Onderdeel van de reis Arabisch avontuur is het tweedaagse bivak. We zijn in Zagora en dan gaan we met vierwiel drives naar de woestijn. Het is een hele onderneming, want we gaan niet alleen een tocht maken, maar we overnachten er ook. Het is een flinke rit, helemaal naar het zuiden, richting de Sahara. Maar al heel snel zien we de omgeving veranderen in een echt woestijngebied. Voordat we ter plek zijn waar we wezen moeten, rijden we eerst nog door een landbouwgebied. Een woestijn, een landbouwgebied. En dan kom ik Tamagrout, waar we een potterij bezoeken. Daar wordt nog echt op traditionele manier wordt er daar potten gebakken. En dat is heel leuk om te zien. Mensen zitten half onder de grond potten te draaien. Maar ook de ovens worden nog op een hele traditionele manier gestookt. Het is werkelijk heel interessant om te zien. En vooral de groene kleur, die is hier beroemd. En als we de potterij bekeken hebben, dan komen we in de winkel. Want het moet natuurlijk ook verkocht worden van die potten. En dan gaat het op. Het is vandaag niet zo'n heldere dag. Er hangt zelfs een beetje mist over de woestijn. Maar dat zal in de loop van de dag zal erop trekken. We hebben een lunch in een van die woestijnrestaurantjes. Het ziet er allemaal kleurig uit. Kleurig en keurig. En de lunch gaat er natuurlijk vanzelf prima in. De brochettes worden op een houtskoolvuurtje gestookt. Allemaal helemaal prima. En na de lunch trekken we weer door die steenwoestijn. Steeds verder de woestijn in. En wie komen we daar tegen? Een struisvogel. De Marokkaanse regering heeft in het kader van de diversiteit een aantal beesten hier weer losgelaten die van oorsprong hier ook leven. Onder andere de struisvogel en de gazelle. En als je dit dan tegenkomt, nou, dan mag je toch helemaal je handen dichtknijpen. Bij een bron zien we nog hoe op een oude, ambachtelijke manier stenen worden gemaakt. Ze worden niet gebakken. Water en klei gaat in een vorm en dan wordt het in de zon gelegd om te drogen. Dus het zijn geen bakstenen, maar het zijn weer droogstenen. En dan zijn we eindelijk bij het bivak aangeland. De tenten staan klaar, voorzien van tweepersoonsbedden, zelfs met een lampje. En de eerste mensen klimmen dan al de duinen op om te genieten van de prachtige zonsondergang. En als het diner geweest is, dan gaat de hele club naar buiten aan het kampvuur en maken de jongens van de keuken, werpen zich op als muzikanten en zorgen dat de stemming er goed in zit. Maar na zo'n dag wil je ook wel een keer op tijd naar bed. De volgende dag, dag 35 alweer, zien we plotseling dromedarissen vlakbij staan en ze zijn goed te benaderen. En na het prima ontbijtbuffet wordt weer richting gezet Zagora, richting de camping. Half acht in de morgen. Het begint te dagen in het oosten. En de bakker die heeft al brood gebracht. Hier kun je dus je broodje halen. 2 dirham per pakket. En dan is het alweer tijd om op pad te gaan. We gaan dezelfde weg terug, Zagora, richting Oezazate. En dat was echt geen straf, want het was nu prachtig zonnig weer.
Maar op de heenweg naar Zagora, ja, dan was het wat minder mooi weer, wat trokken. En zo gaan we dus naar Skoura. We rijden hier door de Tsabro-gebergte. Niet zo'n heel hoog gebergte, maar wel indrukwekkend met zijn diepe dalen. Maar kaal. Nauwelijks een boom te zien. Ontzettend droog hier. En dan zijn we al op de N10 aangeland bij de afslag naar de camping Amridil. Even nog een stukje asfalt, maar dan gaan we echt de piste op. Heel rustig aan rijden, want de weg is niet al te best. Maar goed, het is maar een klein stukje. En dan zijn we al bij camping Amridil. En dan komen we de hele vriendelijke jongens weer tegen, die ons altijd staan op te wachten. Mooi gelegen camping, fatsoenlijk plaats en daar gaan we de volgende dag de verjaardag vieren. Ja, en daar hebben we weer een oude bekende. Als ze de boel op de plaats hebben staan, dan is er altijd een heel mooi plekje. Even een trapje op en je komt op een soort op het dak, dakterras. En voordat iedereen er is, even een opname maken over dit gebied. Hier achter deze dit vlechtwerk, daar komen de campers te staan. En aan de andere kant van de muur, daar zie je wat boerderijtjes en de hoge atlas ligt erachter. Zelfs een beetje sneeuw erop. We hebben het wel eens gezien dat er flink wat sneeuw lag, maar nu ligt er toch een klein beetje sneeuw. De volgende dag gaan we om 9 uur met elkaar op pad naar de kasbah Amridil. Maar eerst nog even een opname van de ochtendgloor. In de verte zie je de camper staan. En dan gaan we op pad. Oegina op een loopfietsje. Het gaat helemaal prima. En met de hele club op pad naar de kasbah. Die daar in de verte ziet liggen. Even een fotostop. Zodat iedereen foto's kan maken zonder dat er mensen voor staan. We lopen door de rivierbedding. Je kunt je niet voorstellen dat die ooit nog water gestroomd heeft. Maar dat heeft het echt gedaan. En wel zoveel dat het de kasbah bijna onder water stond. Deze kasbah is ongeveer de meest beroemde van Marokko. Hij heeft op het oude 50 dirham biljet stond hij afgebeeld. Samen met de koning Hassan II. Maar die is inmiddels opgevolgd door Mohammed VI. Dus dat biljet bestaat niet meer. Dat is een collectors item geworden. Maar we gaan eerst, één groep gaat de kasbah bezichtigen. En de andere groep die gaat eerst aan de thee of koffie. Wat je maar wilt. En altijd met een schaaltje pindas erbij. Ja, fotosessie. En na deze fotosessie is onze groep aan de beurt en gaan we de kasbah Amridil van binnen bekijken. Reda is de gids. Al jaren doet hij dat. En hij doet op een onnavolgbare manier, geeft hij uitleg. En vertelt allerlei wetenswaardigheden over de kasbah. Zoals bij eigenlijk iedere kasbah is er binnen een binnentuin. Aan de buitenkant zijn er praktisch geen ramen.
Alles is naar binnen toe gekeerd, om de pottenkijkers maar geen kans te geven om naar binnen te kijken. Hier krijgen we de uitleg over het maken van een stampleemmuur. Twee schotten, daar wordt leem vermengd met stro tussen gedaan en dat flink aangestampt. En totdat het boven een brand is en dan na een paar uur kunnen de schotten eraf en dan kan er weer de rest van de muur weer gebouwd worden. Lego. En zo slingert de groep op een hele rustige manier door de bovenverdieping van de kasbah. Het is af en toe flink bukken, want wij zijn natuurlijk de langste mensen ter wereld en daar is die kasbah niet op gebouwd. En om het niet al te lang te laten duren, heb ik dit maar afgedraaid op 2 keer de snelheid. En 's middags, na het bezoek aan de kasbah, hebben we een gezamenlijke maaltijd, een pannenkoekenmaaltijd, aangeboden door de jageren. Wij zorgen voor de drankjes en de jageren zorgen voor de pannenkoeken. En dat is een uitstekende combinatie. Het was weer heel gezellig met de hele club aan tafel. Jammer genoeg zijn de originele geluidsopnames zijn verloren gegaan, dus lang zal ze leven, zul je er zelf bij moeten denken. De jaren krijgen allemaal een cadeautje aangeboden, een Marokkaans aardewerkpotje met wat snoepjes erin. En dat werd allemaal in dank aanvaard. En dan kan het pannenkoekenbakken beginnen. Ik ben alleen maar de assistent. Kom. Hoezo? Ja, ik moet het nog allemaal leren. Maar ik heb een goede. Moet leren? Stress, ja. Want hoe zij dat doet, brood erin. Dan moet de pan inbakken. Had ik nog nooit. En het bleef tot laat in de avond nog lang dat gezellig. De gaarkeuken wel. We zijn onderweg naar Tenier. En we zijn net door Boelmanen gekomen. Dus, dat is een drukke plek. En we gaan even de markt op. Het is een grote markt net buiten de stad. Dus we gaan eens even kijken op de markt. Even wat sinaasappels halen, misschien nog andere dingen. We zien het wel. Oh, dit is de koekjeskraam. Ja. Ja, dezelfde markt. Zo. Ja. De sinaasappels. Wat een lekker rommelig gedoetje. Nou, kijk eens. Hè? Wat een grote sinaasappel, zeg. Enorme kanjes. Ja. Marokkaansmarkt. Mooi. Kijk eens een mooie tomaten. Moet je nog wat meer hebben. En als je je plastic bak gevuld hebt, dan ga je ermee naar de kassa. Er wordt alles afgewogen en de rekening opgemaakt.
En na dit bezoek aan de markt gaan we verder. En we rijden de route, de N10. En die loopt zo parallel aan de Hoge Atlas. Dus je ziet steeds de Hoge Atlas op de achtergrond. Dan naderen we Tinnier. Of Tinnier. Je kunt het op verschillende manieren schrijven en uitspreken. Maar opvallend is, als je hier binnenkomt, een brede boulevard met prachtige lantaarnpalen, palmbomen. Allemaal net nieuw aangelegd. Het ziet er allemaal keurig uit. Nieuwe moskee. De mooie, schone stad. Met hier links de nieuwe moskee. Een paar jaar geleden pas gebouwd. Het is opvallend hoe schoon de steden in het zuiden zijn in vergelijking met de vaker smerige steden in het noorden. En dan zijn we al de weg naar de Todra-kloof ingereden. Maar we stoppen eerst nog even bij een uitkijkpunt. En daar heb je al een mooi uitzicht over de Todra. De rivier de Todra die daar beneden stroomt. En dat zie je aan al die palmbomen. Waar water is, daar zijn palmbomen. En we naderen de camping. Le Soleil. We gaan vandaag de excursies naar de Todra-kloof en de Daderskloof. En we zijn inmiddels aangeland in de Todra-kloof. Een hele diepe kloof en die zullen we nou even laten zien. Ja, oké. Okay. De chauffeurs die gaan met de ouders verderop en wij lopen door de kloof. En er is opvallend veel water in de kloof. Dat hebben we al jaren niet meer gezien, zoveel water. Gaan we naar beneden. Het is een gebied waar ze graag tegen de steile wanden op klimmen. Een stuwmeer, maar dan zonder water. En we maken een stop bij het stuwmeer. Het is wel een meer zonder water. Wel met een stuw, maar geen water. Even een koffiemomentje. Na de koffie gaat de tour weer verder door deels bijna onbegaanbare wegen, maar we zijn met de vierwieldruis. Dan gaan we een bezoekje brengen aan de nomaden. De eerste nomadenvrouw staat er al. En daar verderop hebben ze de tent. Lekker warme kleding. Nou, die kunnen ze hier wel gebruiken. Hè? Dan gaan we het even brengen. Ja, met een bodywarmer van een tongentje. Dat heb ik nog even gemaakt. Je wil het netjes afleveren. Ik ga geen korte meer. Nou, even kijken daar. Hier is het nachtverblijf van de geiten. Er komen nog meer klimgeiten.
waterflessen. Ik krijg steeds bewondering voor deze mensen, hoe die hier kunnen overleven in dit toch barre klimaat. In zulke simpele tentjes. De mannen zijn met de kudde onderweg en dan is er één vrouwtje wat de boel in de gaten houdt. En een paar kleine geitjes die achterblijven, die zijn nog te klein om mee op pad te gaan. Het is opvallend dat de nomaden dit jaar veel stenen omheining hebben gebouwd. Het ziet er behoorlijk als een permanent kamp uit. Dat hebben we voorgaande jaren niet gezien. En zo heeft het vrouwtje weer een goede dag gehad. Kleding gekregen, ook geld. Ze kunnen alles gebruiken. En dan gaat de tour weer verder richting de daders. We rijden deels over de bodem van de rivier. En dat kan hier goed, want er is zelden water hier. Maar vorig jaar konden we hier niet langs vanwege de sneeuw. Er lag alles onder de sneeuw, dus dat kan ook. En dan wordt het een heel andere tour. De chauffeur heeft een sticker, een Berber sticker op dit bord geplakt. Dit is hem. We zijn net door het Vallée de Pomme gereden. En nu komen we zo meteen bij een soort Grand Canyon-achtig gebied. En daar zullen we even stoppen. Om wat te filmen. Het lijkt de Grand Canyon in Amerika wel. En dan is het tijd voor de lunch. En dat doen we in een restaurant. En als je dan over het hekwerk kijkt, dan zie je de beroemde Daderskloof. Met de haarspelbochten. Omelet, berber. Iedereen krijgt hetzelfde, behalve iemand die vegetarisch is. Maar prima lunch, heel smakelijk. En daar hebben we onderhand wel zin in. En de laatste stop is bij de rotsen. Die lijken wel als vingers uit de grond komen. En als je goed kijkt, moet er nog een apenkop in zitten. Ja, dan moet je wel heel goed kijken om dit te vinden. En dan sluiten we deze vlog weer af met een paar beelden van de nieuwe camping in Mezuga. Dat was dan de vlog over de Dadersvallei en de Todra Kloof. Ja. We hopen dat jullie ervan genoten hebben. En we staan nu in Mezuga. Het waait behoorlijk, maar het is flink zonnig. Maar dat zullen we jullie de volgende week laten zien. Oké, bedankt voor het kijken. Tot ziens. Ja, tot de volgende keer.